Tussen Uitgeest en Castricum ligt langs de provinciale weg de boerderij van de familie Res. Het familiebedrijf bestaat uit twee broers en hun kinderen. Arnold, de oudste van de twee, vertelt over de geschiedenis en passie voor het telen van bloembollen. 24 jaar terug, 1995, hebben we hier een nieuw bedrijf gebouwd. Omdat we met de rouwverkaveling in de knoop zaten. We hadden een woonhuis en een stal in het dorp en voor de rest hadden we niks. Waar was dat in het dorp? Naast het Bonheuvel College. Oké. En daar konden we geen kant meer op, we konden niet uitbreiden. En nou ja, we waren ook allebei jong nog, 24 jaar terug. En na heel veel gepraat met rouwverkavelingscommissies, met boeren waarvan ik wist dat die gingen verhuizen, zijn we uiteindelijk hier gekomen. En we hadden ons eigen land, lag hier al achter, dus onze kavel is meteen wat groter geworden. Ja, want hoe is dat dan eigenlijk gegaan? Want je ouders die zaten daar ook bij Bonheuvel? Ja, maar daarvoor nog weer zaten ze op de Mient. En daar is mijn overgrootopa, die is daar begonnen. Tenminste, waarvan wij uit de boekjes van Oud-Castricum hebben gelezen in 1887. In 1944 in de oorlog is het spul van mijn opa toen afgebroken. En toen hebben ze na de oorlog 10 jaar bezig geweest om een nieuw bedrijf te stichten. En toen zijn ze uiteindelijk op de Pieter Kiefstraat naast de Bonheuver terechtgekomen. Tenminste, het Bonheuver stond er nog niet. Ja. Is later naast ons gekomen. Oké. Want daar ben je ook geboren? Daar ben ik geboren, ja. Ja. En toen zijn we daar verder gaan boeren eigenlijk. En na een jaar zei de gemeente al in 1956 van ja, het is niet zo handig dat jullie hier zitten. Want er zijn nog meer uitbreidingspotenties. Dus nou ja, goed, we hebben er even nog 40 jaar gezeten. En in 1995 zijn we hier naartoe gegaan en ook geen dag spijt van gehad. Maar nog even terugkijkend, de zanderij. Hadden jullie daar ook al land? Ja, daar zat mijn overgroot opa al op dat land. Dus er zitten wel meer dan 100 jaar zitten al op dat land daar. Maar was dat eigendom voor jullie? Ja, een deel wel. En we duren nu nog een deel, maar dan heb ik een deel eigendom daar. Ja. Ja. Nou, terugpakkend naar 1995, zei je? Toen zijn we hier gekomen en mijn broer, ik kwam met mijn moeder hier wonen en mijn broer met zijn vrouw en zijn kinderen in het andere huis. En we hebben dus 2 huizen gebouwd, we hebben een stal gebouwd. Toen was het geld op, toen hebben we eerst er stonden hier nog een paar oude schuren van iemand. En tenminste, die hebben we toen gekocht en daar hebben we nog een paar jaar onze bollen in verwerkt. En in 1998 hebben we de bollenschuur gebouwd en zo liever te lezen zijn we toch doorgegaan. Je hebt een camping, ja, je hebt vee. En je hebt bollen. Ja. Nou, weet je, toch aardig wat mensen nodig om dat allemaal te runnen. Ja, nou, ik doe het samen met mijn broer. En zijn vrouw doet de camping. En inmiddels zijn er 2 zonen van mijn broer. Die zitten nu ook in het bedrijf. En met z'n 5 zetten we het rond. En in rustige tijden, dan verhuren we de jongens weer. En die bollen, dat is echt bedoeld voor de export ook? Ja, ja. Wij plukken geen bloemen eigenlijk. Al onze bollen die worden verwerkt en die gaan allemaal voor de export weg. Hoe gaat zo'n procedure eigenlijk? Nou, dat begint zeg maar eind september, oktober begint dat. En dan worden de bollen die worden ontsmet, het land wordt omgeploegd. En, doe je daar nou speciale voorbereidingen voor dat grond? Ja, daar gaat de mest op het land al in de zomer al, daar gaat de groenbemesting op. En die ploegen we dan zeg maar een paar dagen voordat we gaan planten, ploegen we het land om. Dan wordt hij helemaal zeg maar saai klaargemaakt. Nou, dan gaan we bollen planten. Daarna komt er een dekmachine, die gooit het stro erop. Ja. En die meeste bollen die planten we zelf met de trekker en met de machine. Maar we hebben ook bollen, dat zijn de keizerskronen en die grote sieruien. De Allium Dutchman, dat is een bol ook die we zelf op naam hebben gezet. Oh, is jullie eigen bol? Ja, okay. Dat is onze eigen bol. En die planten we allemaal met de hand. Er liggen weer een kar en die moeten we allemaal met de hand neerzetten. Want die moeten allemaal overeind geplant worden. Tulpenbollen die kun je gewoon met de machine planten en met de machine rooien. Maar deze bollen die moeten ook weer met de hand uit de grond gehaald worden. Dus dat is best wel bewerkelijk. Dat is bewerkelijk, ja. Ja, want die machines die moet je huren, hè? Om dat toedekken, hè? Want zo heet dat dan dus. Ja. Er komt aardig wat, hoe noem je dat, stro? Stro gaat eroverheen, komt eroverheen, natuurlijk. Ja. Dat wordt er als het ware ingesneden. En dat is meer tegen het stuif als tegen de kou, hoor. Want als een bol goed aan de wortel staat, dan is hij gewoon winterhard, zeg maar. Ja. Ja, zeg maar, december, januari zijn bij ons de rustige maanden. In december beginnen we alweer mesterij. Of in februari beginnen we alweer mesterijen over het land, dus dan komt er het landwerk alweer los. En nou ja, in maart gaan we bollen selecteren. Dan komen de eerste alweer uit de grond, dus dan moeten we de zieke bollen en de verkeerde bollen er alweer uithalen. En dan eind april beginnen we te koppen, de tulpen, moeten alle kopjes eraf gehaald worden. Ja, wat trek je ook een machine voor nodig? Ja, hè? Ja.
En je hebt zelf ook een machine? Die machine die is van iemand anders, maar staat bij ons in de schuur, dus mogen wij hem gebruiken. Dus dat is onmakkelijk. Maar goed, dat is ook weer, je moet ook met de hand, de bloemen die de machine niet pakt, die moeten met de hand allemaal weer nagekopt worden. Nou ja, en dan is het gewoon in de gaten houden dat ze goed blijven groeien, dat ze voldoende water krijgen. Maar het is dus niet zo dat elke bol, hè, want ik neem aan dat je verschillende soorten hebt, dan komt die naar boven en die moet gekopt worden. Ja. Dan komt die naar boven, nou, dan moet die eruit. Ja, ja, het is gelukkig, dat spreidt een beetje, maar het wordt wel vanaf eind mei is het mega druk als de bol allemaal uit de grond moet, want dan gaat het buiten continu door. Ja. Heb je ook een machine nodig? Ja, wij onze tulpen, die rooien met een speciale machine, de grote alliums, daar is ook weer een speciale machine voor. We telen nog van die Belgische hyacinten, dat zijn een soort krielaardappeltjes. Daar heb ik ook een loonwerker weer een speciale machine voor gebouwd, want die moet je eigenlijk net zo zacht behandelen als eieren. En die komen heel rustig op een rooimat, komen ze naar boven toe en die vangen we in kleine bakjes op. En die tulpen, die kunnen we allemaal in kubkisten opvangen, dus dat gaat wat sneller en wat makkelijker. En zo hebben we verschillende rooimachines van verschillende loonwerkers en die huren we ook in. Dus voor elke bol een aparte rooimachine? De ene loonwerker heeft een speciale rooimachine echt voor die alliums. Nou ja, dus die rooit bij ons die alliums. De andere, die rooit het meeste, die rooit de tulpen en de kleine alliums. Als ze uit de grond komen de tulpen dan, die worden over een zeefmachine gegooid. Of gaan de kleine bolletjes gaan er vast apart en de grote is apart. Die gaan voor droogkasten. Dan worden ze gedroogd en na een week zijn ze goed droog. En dat is nu het rare. De avond voordat we gaan pellen gooien ze weer kletsnat. Dan hebben we de hele avond een paar uur lang een sproeier eroverheen, dat ze goed doorweekt zijn. En de volgende dag beginnen we te pellen en dan zijn ze wat weker en dan beschadig je ze minder. Dan glijdt het worteltje er wat makkelijker af. We pellen machinaal, maar we zitten even met een man of tien meest scholieren na te pellen. Dan zit je dus met een x-aantal mensen zit je dat te doen, maar ik neem aan dat elke bol heeft zijn eigen grootte. Ja. En dan komen ze weer op een andere band, denk ik. Ja, die band die loopt in één stuk door. Dus vanaf de pelmachine gaan ze op de band om na te pellen. En van die band af vallen ze op de sorteermachine. En dan worden ze in verschillende maten worden ze gesorteerd. En de bollen die een omtrek hebben van 11, de tulpen dan, van 11 centimeter en 12 centimeter of groter, die worden allemaal verkocht. En de kleinere tulpen die planten we weer op voor het volgende jaar. Maar gaan ze dan ook weer terug in de droogkamer? Of? Ja, ze gaan meteen weer terug in de droogkamer. Want ze zijn natuurlijk nog een beetje nat van de vorige dag. Ze gaan zo snel mogelijk terugdrogen. En dat is eigenlijk met een halve dag. Een dag zijn ze al heel droog hoor. Omdat er geen wortels meer aan zitten, droog veel sneller. En dan gaan ze de telmachine op. En dan gaan ze in kratjes van de export die ze gekocht hebben. En daar worden ze afgeleverd. Nu hadden jullie daar een speciale machine staan, hè? En dan had je bakjes en dan kon je tellen en ik vond het geweldig. Ja. Hebben jullie dat zelf ontwikkeld? Nou, nee hoor, die machine is er al, maar we hebben hem voor de keizerskroon, was hij nog niet zo'n keizerskroon. Dat is ook een hele moeilijke bol die heel kwetsbaar is. En die kan je niet over een sorteermachine die zo heen en weer schudt, net als een tulpen sorteermachine. Dus daar hebben we een speciale machine voor gekocht van de winter. En dat bevalt eigenlijk heel goed, daar kunnen we goed capaciteit mee draaien en de bollen beschadigen niet. Dus dat gaat eigenlijk heel goed. En die heeft verschillende bakjes. Hij is 11, 12 meter lang. En als er één kistje vol is, die telt hij meteen. Hij weegt ze en hij telt ze. En als het kistje vol is, gaat hij meteen op het tweede kistje door. Dus dat is, dat is wel... Dat is een continu bedrijf. Ja, dat is wel een mooi werk voor ons. Efficiënt werken en ook arbeidsverlichting. Wanneer stopt het eigenlijk zo'n beetje, dat pellen? Wanneer denk je dat je helemaal klaar bent? We beginnen zeg maar begin juni die bollen te rooien. En meestal zijn we ongeveer half juli, 20 juli zijn we klaar met pellen. Dan moet alles nog verwerkt worden. En dan komen er weer andere bollen uit de grond. Die moet ook verwerkt worden. Dus het is bij ons de maand juli, augustus is echt gekkenhuis hoor. Hoe zie je de toekomst? Ik ben blij dat de twee neven van me, ik heb zelf geen kinderen, maar mijn twee neven, Bart en Thijs van mijn broer, die zitten nu inmiddels in het bedrijf en die zijn heel enthousiast. En toen wij 35 jaar terug van mijn vader overnamen, toen zag mijn vader het ook misschien wat somber in. En de jonge lui kijkt er toch weer anders tegenaan. En ook omdat ons bedrijf nog redelijk breed is. Koeien, bloembollen, camping, wat caravanstalling. We verhuren ons nog. Dus wij zien onze toekomst hier wel goed komen, denk ik hoor.